Wij zijn de Groentjes Familievloggers. Welkom in deze nieuwe vlog. En we bestaan 1 jaar. Yeah! Kijk. 1 jaar een vlog is. Ja. Die. Trakteert. Ja! Zo, oh, prik gewoon even bijna in mijn oog. Het is vandaag vrijdag en we hadden natuurlijk de vorige vlog afgesloten op donderdag volgens mij. Maar ik heb een pakketje, nou ja, zeg maar gerust, pakket gekregen. Ik denk dat het van vriendinnen van mij is, maar ik ga het even openmaken. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat erin zit. Hier nog open. Daar nog even open. Kijk dan. Oh, niet toch. Hij is losgeschoten. Er zit helemaal onderin een kaart, maar ik kom er bijna niet bij. Zo, ik moest even in de doos kruipen. Maar er zit een kaartje bij, dus ga ik even openmaken. Matthijs heeft even de ballon gepakt, dus ik kon hem weer even doen. Maar hij is bijna net zo groot als dat ik ben. Dus je moet even kijken waar we die even kwijt kunnen. Want we hebben eigenlijk net een beetje te klein huis ervoor, denk ik. Maar goed, er zat een heel lief kaartje bij van mijn lieve vrienden, van onze lieve vrienden. Lieve Sarah, Matthijs en Meerte, heel veel sterkte in deze moeilijke, heftige week achter de rug. We willen jullie laten weten dat wij aan jullie denken en gewoon allemaal heel rot vinden. De hele dikke kus en knuffel, Mietje, van onze lieve vriendjes en van jullie lieve vriendinnetjes. En vriendje, hè? Ja, die hebben van Lisbeth en Kim en Els en Sherin en hun mannen. Hey, en onze lieve, jouw lieve vriendje. Van je lieve vriendje en vriendinnetjes, hè? Van Manouk. Van Lot. Zeg maar hallo. En van wie nog meer? Van Kian en van Sarina. En hun broertjes, zusjes ook. Van mij ben jij een beetje. Ja, misschien. Ja. Voorzichtig, hè? Hij is wel heel groot, Meert. Ik denk dat hij bijna net zo groot als jou is, die ballon. Nou, het is vandaag zaterdag en we zitten bij de Human Library in Almere bij de bibliotheek. We hebben net al een soort gesprek gehad met mensen. Ja, hartstikke leuk. En Meert geniet enorm ervan. We kunnen helaas niet de gesprekken allemaal filmen, want dat is natuurlijk privacy. Onder andere ook van de mensen met wie we in gesprek gaan. Maar we hebben het ontzettend aan onze zin en we komen later op terug over de verdere leuke dingen. Hey, lieve allemaal. Je hoort de telefoon en dacht ik neem ondertussen maar even wat op. Want ik wacht al 17 minuten. Sta ik in de wacht. Met Medipoint en ik wilde vragen of er al wat bekend was over de rolstoel. Maar ja, goed, ik denk ondertussen film ik nog maar even. Meert. Afgelopen zaterdag hebben wij natuurlijk de, hoe heet het, gehad? De Human Library en oh, dat was zo tof. Echt heel tof. We hebben zelfs een gesprekje gehad met de wethouder van Sociaal Domein. Echt super goed gesprek was dat. Ik hoor met de door te stellen. Super goed gesprek was dat en hij is best wel een beetje geschrokken. Maandag ben ik ook vergeten filmen. Gewoon door alles wat even in ons hoofd rondspookt. En hebben we met de door te stellen weer harder gezet.
En 's avonds ben ik samen met Thijs en mijn moeder naar een adviesraad geweest. En zij zijn er om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeenteraad. We hebben daar ons zegje gedaan over alles wat natuurlijk mis is gegaan met Myrthe en in Almere, wat ik jullie al vaak verteld heb. En nou is het zo dat ze behoorlijk geschokt waren. En ook om te horen dat wij natuurlijk niet de enige zijn, maar daar gaat het om. Dat wij niet de enige zijn, dat wij dit doen voor alle anderen. En dan heb ik twee andere moeders ook gesproken die ook dingen tegen dingen aanlopen. En samen gaan wij een document opzetten met alle feiten die... Nou ja, die dus mis zijn gegaan. Om dat op orde te krijgen. En in deze video gaan we ook een klein feestje vieren. Want we bestaan natuurlijk 1 jaar. Hoe we dat vormgegeven willen krijgen nog helemaal niet zo goed. Maar goed, dat zien we nog wel. Dus we hopen dat misschien nog morgenavond of zo even te doen. En anders zaterdagochtend of zo. Voordat ik de vlog online gooi. Maar ja, jullie gaan het al zien. We zullen even een kleine herinnering. Of misschien vanavond wel of zo. Mijn zusje komt zo nog even. Ik ga samen met haar een video editen. Voor de kerk. En Myrthe zit lekker hier. En inmiddels staat mama alweer 20 minuten te wachten. Het is toch wat, hè? Zijn we niks verbaasd als ze helemaal niet te woord worden gestaan. Een moment geduld alstublieft. Hè? Ja, boef. Dit is vrolijk, hè? Ja. Zo, we zijn alweer 1 jaar aan het vloggen en hebben ontzettend veel meegemaakt. Leuke dingen, minder leuke dingen. Myrthe is hartstikke blij zoals jullie zien. Maar dat komt natuurlijk ook door alle vele leuke reacties die we gehad hebben. Ook heel veel leuke cadeautjes hebben we gehad van Myrthe. Leuke kaartjes. En nu vroegen jullie ons natuurlijk ook af van, hey, jullie hadden de deur vervangen. Waar gaan jullie nou jullie fanmail doen? Nou, dat is eigenlijk een beetje de reden waardoor hier vlinders hangen. Want hier is de bedoeling dat wij een heel leuk bord gaan maken met ons, alle fanmail die binnenkomt en dergelijke. Ja, dus, ja. Het is heel snel gegaan. En we gaan in deze vlog, jullie hebben net al een beetje van afgelopen week gezien, we hebben niet heel veel gefilmd. Maar dat komt omdat we deze vlog een speciale vlog willen maken met een klein overzichtje van wat we het afgelopen jaar beleefd hebben. We zullen in ieder geval vertellen wat onze favoriete dingen waren, zullen we een paar beeldjes van laten zien. We hebben jullie gevraagd wat jullie favoriete moment is van het afgelopen jaar. En we zullen natuurlijk ook even vertellen wat het meest gekeken item, dus wat het meest gekeken vlog is. Ja. Maar goed, we beginnen eerst maar even met onze favorieten. Of in ieder geval ons favoriete moment van het afgelopen jaar. Ja, het is heel moeilijk, het favoriete moment. We hebben, zeg ik dat goed, 52, het is al de 53ste vlogs geworden. 53 vlogs erin gemaakt. Welke was de leukste? Achteraf, denk ik. We zijn natuurlijk zoals van kaal begonnen, dus we moesten het leren vloggen ook. Vind ik vlog 1 wel heel speciaal. Niet omdat die de meest slecht is, maar meer omdat we van tevoren dus niet wisten door te beginnen met vloggen dat het zo'n uitwerking kon hebben. Dat ook mensen positief konden helpen doordat wij gewoon letterlijk onszelf konden laten zien. Maar ook konden laten zien hoe mooi het leven is nog met een gehandicapt kind. Want ja, je kan kiezen of een soort van down worden en erbij blijven dat er iets niet gaat zoals je in gedachten hebt. En daar word je gewoon niet vrolijk van. Of het positieve bekijken. En dan kan het ook wel af en toe zwaar zijn, maar het maakt je stuk makkelijker. En zeker voor Myrthe geldt dat het ook gewoon lekker in de vel zit. Want ze weet dat papa en mama ook lekker in de vel zitten. En dat voelt ze natuurlijk. Hoi. Hoi. Ik ben Matthijs. Ik ben Sarah. En dat is Myrthe. Dit is Myrthe. En wij willen graag gaan vloggen. En in dit filmpje willen we jullie laten zien waarom we gaan vloggen.
wie wij zijn en gaan we jullie meenemen. Ja, en jou ook. Ja, mijn favoriete moment. Ik denk dat, ik weet nog heel goed dat we eerst een vlog online hadden gezet. En dan s'avonds en s'nachts en s'ochtends zaten te kijken hoeveel mensen ons gingen volgen. En dat gingen bekijken. Dat was echt heel bijzonder eigenlijk om dat mee te maken. En ook dat het steeds populairder was. Werd. En waar ik eigenlijk het meest geniet is van alle berichtjes die we van jullie krijgen. De lieve post. Alle reacties. We zullen ondertussen ook een paar mooie reacties laten zien. Die ons echt zo goed doen en waar we heel dankbaar voor zijn. En eigenlijk zijn wij door het vloggen juist nog meer gaan genieten. En bewuster gaan leven en genieten van alles wat we meemaken met Myrthe. En daar heb ik van genoten. En dat ik gewoon dat we groei hebben gezien in Myrthe's ontwikkeling. En daar jullie mee in mee konden nemen. Dus dat vonden wij, is denk ik mijn favoriete moment van het afgelopen jaar. Maar ja, wat is Myrthe's favoriete moment? Ja. Ik denk alles wat we bijna wel beleefd hebben, valt onder Myrthe's favoriete moment. Ik denk dat ze zo goed als elke vlog leuk vond. Tenminste, jullie kunnen wel vertellen. Voor ons, hoe vaak Myrthe heeft gelachen tijdens alle filmpjes. En ja, natuurlijk Myrthe's 6e verjaardag, hè? Dat ook. Dat is denk ik ook wel een favoriet moment van ons alle drie. Omdat het toch heel bijzonder is dat wij elke keer weer opnieuw Myrthe's verjaardag mogen vieren. Ja. Wacht even. Yay. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Piep, hoera! Piep, hoera! Blaas maar uit. Maar ja, we hebben jullie ook via Instagram gevraagd wat jullie favoriete moment is. Nou, met stip op een nummer 1 is dat toch Myrthe's lach. Nou ja, wij zijn er volledig mee eens. Dus geniet even van dit moment van alle lachjes van het afgelopen jaar van Myrthe. Ja, oh, moet je er zo hard van lachen, Myrthe. Waar ben je nou? Kiekiek! Hoezo, Myrthe hoort niet. Neem overal mee, hè? Ja, je hebt gelijk. Jij moet je daarvan lachen. Papa? Ja, dat is grappig, hè? En mama. Ja. Pew! En wat jullie ook leuk vonden, waren alle uitstapjes die we met Myrthe deden. Dat was een kermis, dat was natuurlijk pas bij Duinrel. En dierentuin zijn we geweest. Almere Jungle. Ook nu even weer. Een overzichtje van alle uitstapjes die we met Myrthe gemaakt hebben. Ja. En nu zien we. Ik denk dat ze er zo meteen kom op, joh. Dat is raar. Stop. En die geurstofjes neemt hij mee naar je Sint-Jacobshof. Herman Tom! Myrthe vindt wiebelen wel leuk, hè? En nummer 3 zijn de avond- en ochtendroutines die we gedaan hebben. Eigenlijk hebben we maar 1 avond- en 1 ochtendroutine gedaan. En ook daar laten we even natuurlijk weer een paar beelden van zien. En we zullen ook uiteraard van de vlogs even linkjes hieronder zetten. Ja. Gevouwen, sluit de oogjes niet, zacht in tot bidden, heiland tot u. Lieve Heer Jezus, zo bidden wij. En natuurlijk ook durf te vragen die best behoorlijk gekeken is en die jullie ook mooi vonden. En onze dank daar uiteraard ook voor. Dat is precies wat wij... wij mee willen geven aan de wereld. Durf vragen te stellen. Ja. Dan. De meest gekeken vlog. De allermeest gekeken vlog. Is.
17. En het gaat niet goed met Mirte, heet die vlog. En dat is toch de meest gekeken vlog. Hij is nu 100.000 keer ongeveer bekeken en veel gekeken. En eigenlijk wel jammer dat zo'n slechte titel zo goed heeft gedaan. Maar ook daar even weer een herinnering van wat was het ook alweer? Waar ging het ook weer over in deze vlog? Ja. Niet snel beter worden, hè, vrouw. Ja. Hoe ik dit ga oplossen weet ik nog niet. Maar ze zit helemaal onder. Oh, moppie toch. Uiteindelijk, we zijn hartstikke blij dat er zoveel mensen zijn die kijken naar ons. En ook blijven volgen. En vertel het ook vooral voort. Onze motivatie is ook nog altijd niet natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te hebben die kijken naar ons. Maar wel om, met de reden dat we gewoon zo belangrijk vinden om te laten zien dat er ook met een gehandicapt kind in je gezin een hartstikke leuk leven te leiden is. En wat ook een veel gekeken vlog is, dat we net eigenlijk al gezien hebben, zijn de routines, dus de avondroutine en de ochtendroutine. Maar goed, we hebben ook nog een verrassing voor jullie. Want die jarig is, 1 jaar aan het vloggen is, ja, die trakteert. Dus Mirte ook? Ja, dus wij willen namens ons gezinnetje iemand van jullie een verrassing geven. Wat het is, dat houden wij nog even lekker geheim. Want anders is het geen verrassing. Precies, wanneer we bekend gaan maken. Ja, durven ook nog even niet te zeggen. Want niet iedereen wil meedoen. Maar laat een reactie even achter. Schrijf daar even in waarom jij een verrassing van ons wil krijgen of verdienen, om het zo maar even te noemen. En wie weet ontvang jij binnenkort wel een verrassing. Ja. En nou ja, dan zijn we denk ik aan het einde gekomen. Ja, dat ja, natuurlijk alleen van deze vlog. Hè? Alleen van deze vlog, nee. We hopen nog lang door te gaan, want dat betekent ook dat wij nog lang Mirte in ons midden hebben. Precies, dus, en misschien daarna ook nog wel. Maar we zouden het echt tof vinden als jullie willen abonneren. Het is geheel gratis. En waarom wij dat fijn vinden, is dat we gewoon weten hoeveel mensen ons steunen en onze vlogs leuk vinden. Dus heb je nog niet geabonneerd, doe dat gewoon eventjes. Dat zouden wij tof vinden. Geef even heel veel blauwe duimpjes op deze vlog. Ja, deel het. En er staan leuke dingen in de gedachten van ons die we willen gaan doen met komend jaar. Gaan we al wat verklappen of zeggen van? Nee, ik denk het niet, toch? Ik wil. Ga je 1 ding verklappen dan? We willen ja, iets in die richting. In die richting in ieder geval. Maar meer gaan we natuurlijk niet vertellen. Nee. Want anders is het niet meer leuk. En wat het komend jaar teweeg brengt, weet je natuurlijk ook niet. Oh, dat ook wil je ook het zeggen, Mirt. Dus, deel, like en abonneer. En tot de volgende keer!